Hi, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video die ik gemaakt heb. Vandaag wil ik het met je hebben over de basisemoties, over liefde en angst. Alles wat wij doen in ons leven is terug te herleiden naar twee basisemoties. Ook vandaag kom ik Poes weer even op de koffie. Die wil graag bij me zijn, zeker als ik praat. Alles wat we doen in het leven is terug te herleiden naar twee basisemoties. Dat zijn en liefde en angst. En liefde zorgt er voor dat je iets met passie doet, dat je iets doet waar je volledig achter staat. Angst houdt je tegen om de stappen te nemen die je eigenlijk wilt nemen om jouw doelen te bereiken. En natuurlijk zijn er veel meer emoties dan alleen deze twee. Je kunt bang zijn, je kunt spijt hebben, je kunt vrolijk zijn of juist optimistisch. En in essentie zijn al deze emoties terug te leiden naar of liefde of angst. Dus wanneer je je bang voelt, durf je iets niet te doen. En wat daarachter ligt, is dat je angst hebt. Je bent bijvoorbeeld bang om te vallen, bang om een nieuwe baan te accepteren en alle zekerheid op te geven die je hebt. Je bent bang om naar de tandarts te gaan. En in al die gevallen voert angst eigenlijk de boventoon achter dat je bang bent. Als je optimistisch bent, dan ben je ook vaak vrolijk, hè? Je gelooft erin dat de stap gaat nemen die je, ja, dat de stap die je gaat nemen goed is. Dat het goed uit gaat pakken en je hebt vertrouwen in hetgeen wat je doet, en ook daardoor weet je dat je vanuit liefde handelt. Dat er zit een positieve, fijne emotie achter. Dus dit zijn eigenlijk de twee basisemoties vanuit waar jij handelt. En denk nou voor jezelf eens na: hoe handel ik? Doe ik heel veel vanuit angst, omdat ik het eigenlijk niet durf? Of doe ik heel veel vanuit liefde en vanuit passie, omdat mijn hart erin ligt en ik er super enthousiast van word? Er zijn natuurlijk meerdere scenario's waarop je op iets kan reageren. Al kijk bijvoorbeeld naar parachute springen. Dan kun je denken als iemand vraagt: oeh, nee, dat ga ik echt niet doen. Straks gaat die parachute niet open, durf ik niet. Geef mijn portie maar aan iemand anders. Ik kijk wel toe vanaf de grond. Dus dan reageer je eigenlijk vanuit angst. Of je kan denken: yes, parachute springen. Dat heb ik altijd al een keertje willen doen. Ik ga daar hangen en ik rock het. Ik ga ervoor en het komt helemaal goed. Je dan reageer vanuit passie, dan reageer vanuit liefde. Dus dat zijn eigenlijk, ja, het is een extreem voorbeeld, maar dat is eigenlijk hoe het werkt. In je dagelijks leven is het natuurlijk net even ietsje minder extreem als in dit voorbeeld. En ja, wel met alles wat je doet kun je terug herleiden naar liefde of naar angst. Stel jij hebt een baan, maar je wil eigenlijk een nieuwe baan, maar je denkt: nou, in deze tijd is het niet zo'n goede baan om te gaan, of niet zo'n goede tijd om naar een nieuwe baan te gaan solliciteren. Laat ik nog maar even afwachten. Dan besluit je dus vanuit angst om iets niet te doen. Dus hou je jezelf klein. Het kan ook zo zijn dat je denkt: ja, het is een slechte periode, maar als ik nu die stap niet neem, dan neem ik hem nooit niet. En waar ik nu ben, ben ik niet gelukkig en ik gun mezelf het beste. Dus ik ga er gewoon voor en we zien wel hoe het uitpakt. Als je het op die manier benadert, dan handel je vanuit liefde. En dan zul je zien dat dingen ook veel meer vanzelf gaan. Dat ze veel makkelijker zijn om te ondernemen. Juist omdat je het doet met al je gevoel en al je emotie die je in je hebt. En dat je er echt blij van wordt om dat te doen. Ga voor jezelf eens na: wat is de basisemotie die bij mij heerst? Doe ik dingen vanuit liefde of doe ik dingen vanuit angst? En waarom is dat dan? En waarom doe ik bijvoorbeeld zoveel vanuit angst? Kan ik dat ook anders gaan doen? Kan ik dat ook gaan ombuigen naar dingen die ik doe vanuit liefde, zodat ik daar zelf gelukkiger van word, zodat ik daar zelf vrolijker van word en ik meer mijn droomleven kan gaan leven, juist doordat je dingen doet waar je echt gelukkig van wordt en niet vanuit angst, omdat je bang bent dat er iets gaat gebeuren. En in principe is het heel normaal om vanuit angst te kiezen. Ons brein wil niets liever dan ons veilig houden, zorgen dat ons niks overkomt. En natuurlijk is dat helemaal prima. Bijvoorbeeld zoals vroeger toen we gingen jagen, dat je voorzichtig moest zijn dat de dieren je niet roken, omdat je anders zelf opgegeten werd. Maar tegenwoordig in deze tijd hebben we er niet zo heel veel meer aan. Want het ergste wat kan gebeuren als ik ga solliciteren op een baan en niet aangenomen word, is dat ik niet aangenomen word. Weet je, dan kan ik daar alleen maar van leren. En die feedback die ik dan krijg, die kan ik weer meenemen in een nieuwe ronde sollicitatiegesprek. Om te zorgen dat ik dan wel op die baan krijg. Dus ik kan daar alleen maar van groeien. Dus het is voor mij nu niet meer nodig om vanuit angst mijn keuzes te maken. Het is juist fijn om wel die stap te nemen en er gewoon voor te gaan. En wel te zien waar het schip eindigt en waar het schip strandt.
Het kan wel beangstigend zijn om je keuzes vanuit liefde te maken. En je moet daarvoor uit je comfortzone stappen. Omdat je iets nieuws gaat leren of omdat je niet weet hoe de situatie gaat uitpakken. En misschien ook wel omdat anderen niet achter jouw keuze staan. Maar achteraf, zul je zien dat je blij bent dat je die stap genomen hebt. En dat je meer in harmonie met jezelf leeft. Puur omdat je dingen doet vanuit joy, vanuit plezier, vanuit passie. En dat zal niet alleen jou blij maken, maar als de mensen om jou heen zien dat jij er gelukkig van wordt, dan zullen ze ongetwijfeld ook blij voor je zijn. Dus ik zou zeggen, ga alsjeblieft een keer kijken hoe jij je besluiten maakt. Doe je dat vanuit angst of doe je dat vanuit liefde? Doe je het omdat je blij van wordt, omdat het je gelukkig maakt? Doe je het omdat het is wat je echt wil? Weet je, doe dingen vanuit een positieve vibe, want dan zul je zien dat er veel meer voorspoed op jouw pad komt. En dat er veel meer overvloed gaat heersen. En dat je gewoon echt een gelukkiger mens wordt. Dus ik zou zeggen, stop met het leven van jouw leven vanuit angst. En ga echt voor liefde. En wees ook bewust van de keuzes die je maakt vanuit liefde. Want dat brengt je zoveel verder. Dankjewel voor het kijken. Mocht je dit interessant vinden, laat het even weten met een duimpje hieronder. En ga naar mijn website, schrijf je in voor de nieuwsbrief en je mist nooit meer wat.